Hoi, vandaag ben ik super 8mm film aan het voorbereiden. Nou, dat is hartstikke leuk voor je. Maar wat is er nou zo super aan 8mm film? En wat is er nou zo super aan Super 8? Dat ga ik jullie vertellen. Want Super 8 is meer dan een goedkoop Amerikaans hotel. In 1932 bracht Kodak 8mm film op de markt, zodat consumenten thuis konden gaan filmen. Daarvoor had je 16mm en 35mm, maar dat was simpelweg onbetaalbaar voor iemand met een modaal inkomen. Je had ook nog 9,5mm, werd in Frankrijk door Pathé uitgevonden, maar toen 10 jaar later 8mm op de markt kwam, werd dat de nieuwe standaard voor home movies. Bij Kodak dachten ze, hoe kunnen we die film voor consumenten nou eens een beetje betaalbaarder maken? Als we nou die 16mm film nemen en we belichten eerst de ene kant, en dan de andere kant, en bij het ontwikkelen in het laboratorium snijden we de film door midden, dan heb je dus letterlijk twee keer zoveel waar voor je geld. Het was ook wel tricky, want je moet de film moet je in het donker moest je omdraaien. Want anders kon je de randjes belichten. En wat nog veel belangrijker was, je moest onthouden of je hem al een keertje had omgedraaid. Afgelopen jaren heb ik heel veel films gedigitaliseerd die dubbel belicht waren. En dat was lang niet altijd een artistieke keuze. In 1965 kwam er een verbetering op dit formaat, Super 8. De belangrijkste verbetering was kleinere perforatiegaatjes. En dat zorgt voor een betere stabiliteit in de camera, voor het transport. Maar nog belangrijker, een groter beeldoppervlak. In vergelijking met normaal 8 heb je bijna 1mm winst aan actief beeld. Dan denk jij misschien van, ja, waar heeft die gast het over met zijn millimeterwerk? Maar je moet wel realiseren dat dat bijna een kwart is van je beeld. Dat is toch super? 8mm film komt vaak op deze kleine 15m spoeltjes en die duren iets meer dan 3 minuten. Daarom zet het vaak op een grotere spoel, want dan blijf je niet constant je film omwisselen. Zoals je kan zien wordt 8mm film voorbereid met handwinders en niet op een montagetafel, want daar is het materiaal eigenlijk veel te fragiel voor. Het is ook verstandig om regelmatig met een loop te controleren of de film niet op zijn kop staat. Er valt nog veel meer te vertellen over Super 8 en soms weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen. Maar dit lijkt me een goed begin om het verschil aan te geven tussen 8mm en Super 8. Dubbel, heb je dubbel werk eigenlijk. Maar als je dubbel werk hebt, heb je heel veel werk. En heel veel werk kun je weer een midsplijten, dan heb je half werk. Een goed begin is het halve werk, dus dit lijkt me een goed begin. Want half werk is, twee keer half werk is dubbel werk en niemand wil dubbel werk.